van de Cinema 4D Studios. Dat is een programma die je eigen leuke smaak hebt. Ik laat even zien hoe dat allemaal gaat. We beginnen met mijn logo. Infinity Camera Pro. En dan alleen letters. Dit is je backbank. En hierboven staan allemaal files, allemaal tools en zo. Ik weet niet of jullie die zien. Hier in deze bal kun je je rechterbank groter maken, kleiner. Dat je vier opties hebt. Voor aanzet, zij aanzet, twee. En in 3D. Maar we hebben een 3D nodig gemaakt. Met dit icoontje kun je je rechterkant halen. Zo. En die daar links naar voren trekken en aftrekken. Deze alleen schuiven. Oké, nou willen we een tekst hebben. Infinity Channel. Dan gaan we naar Mode Pack. En dan naar Mode Text. Komt de tekst in beeld te staan en dan red van je tekstwoord kun je schrijven in zo'n scherm. Gewoon klikken en je hebt je informatie. Dan vind ik het best lang hoe die hier staat. Ik vind het mooier om boven elkaar te hebben. Dan ga je klikken van Motex aan. Ik ga hier naar een tekstbord, ik doe gewoon een enter tussen een functie en tekst. Ik vind het altijd fijn om de onderste regel net boven de x aan te stellen. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het gewoon fijn. Nou zijn we natuurlijk nog lang niet klaar, want we hebben alleen een kruis tekstje. Nu moeten we een kleur toevoegen. Hoe doen we dat? Er komen op verschillende manieren. Het handigste is om een materiaal te maken. En dat doe je in deze tijd. Dan druk op files, nieuw materiaal. En dan kun je hier de uitkleur zetten. Daar heb ik op basiskleur, de zwart en rood. Dat doe ik gewoon ook. Dit is donkerder een kleur, dat is licht. En het werkt als een lamp, als een licht. Dus alles bij elkaar is heel licht. En alles zonder elkaar is heel zwart. En ook donkerrood en licht. En het bier zou staan. En donkerrood. Dat vind ik zo jammer dat je meteen alles selecteert. En dat wil ik niet. Dus ik krijg ook twee teksten. Dus de channel weg. Als het goed zo is. En nu heb ik een nieuwe tekst. En daarnaast gaan we een vriend op de channel. Dan moet je een grond. Grond vind je alle tekstsoorten die er zijn. Ik vind Impact wel mooi. Ik vind het wat dikker. Wat ik ook heel mooi vind is. Beetje stijl. Nou, we hebben onze basis, onze tekst. En deze is mooi. Dus
En als je je resultaten wilt kijken, zoals die nu is, dan druk je dit gekozen. Dus een shift mode. En dan zie je je logo. Nou, dit was de eerste image, zeg maar, van het Cinema 4D.